Hi allemaal, daar ben ik weer. Ik ga dus voor een frisse, glowy skin, een beetje peach roze. Daar voel ik me goed bij vandaag. Dat ga ik jullie laten zien. Ik begin even met een dagcreme, de Magic Cream. Ging net goed. Van Charlotte Tilbury. Ik meng twee kleuren door elkaar. Ik ben wat geliger van mijn ondertoon, dus ik meng een NC-kleur. NC-kleur bij MAC is gelig. En die meng ik met een wat lichtere kleur. Eigenlijk zorg dat je ongeveer 3 foundations thuis hebt liggen. Dat klinkt heel erg veel, dat weet ik. Maar je verandert echt per dag van kleur. Ook in de winter verkleur je door stress of minder slapen, wat dan ook. En met 3 kleuren weet je zeker dat je altijd kan mengen tot je de juiste kleur hebt. Oké. Okay. Het hoeft allemaal ook niet lang te duren. Zoals je ziet, kan allemaal heel snel. Vergeet ook niet een beetje je oor mee te nemen als die wat rood is. Ik zeg altijd, zolang je er maar verzorgd uitziet. Dus je moet het ook niet heel erg zien zitten. Maar er mag best wat op, zolang je het maar niet ziet. Net als nephaar, het is heel mooi en het is hartstikke leuk. Maar je moet het niet zien. Want dan kan je het beter helemaal niet doen. Zo, dan gaan we door naar de concealer. En die gebruik ik de Retoucher Fair nummer 2. Ook van Charlotte. Sommige mensen vragen zich wel eens af, waarom doe je daar nou lichter? Want iedereen weet wel dat het mooier is, maar waarom het mooier is, weten ze eigenlijk niet. Nou, het gaat erom dat je dimensies in je gezicht maakt. Want je gezicht is natuurlijk 3D. En je make-up daarop aanpassen is dus eigenlijk heel belangrijk, want anders word je heel vlak. Dus als je allemaal alles dezelfde kleur geeft, dan wordt je gezicht heel vlak en daardoor oogt het snel neppig. Dus eigenlijk zorg je hiermee dat het juist wat natuurlijker wordt, gek genoeg. Mensen die denken, ja hoor, al die strepen en lijnen, ja, dat is dus wel eigenlijk dat je daardoor juist weer naturel trekt. Mits je het goed doet natuurlijk. En het begint met de juiste kleuren kiezen en blenden. Niet blazen in je kwast. Er komen er alleen maar bacteriën in. Shinen mag, maar glimmen niet. En shinen doe je vaak daar en glimmen doe je vaak daar. En daar wil je hem dus eigenlijk mat houden. Bronzer. Mix ik er 2. Eentje is van Bobbi en eentje is van Charlotte. Die van Bobbi is ietsje matter en die van Charlotte is een beetje shiny. En ik wil er een beetje tussenin zitten. Ik zorg altijd dat ik rondjes draai. Ik kan eerder laten zien. Daardoor blendt de poeder mooi. En ik werk omhoog. Langs je slaap, omhoog. Eigenlijk overal bij je haargrens, daar wil je dat je bronzer een beetje vandaan komt. En hier onder je kaak kan je het een beetje extra pakken, zodat je lichte shape krijgt. Daar valt normaal ook je schaduw en dan wordt het ietsje strakker van. Nou, zo zie je het verschil. Het kan allebei, maar... Hey, en het is natuurlijk veel gezonder, hè, zonnetje pakken op deze manier. Veel beter voor je huid. Oké, okay, met de matte bronzer ervan ga ik heel subtiel met een kwastje langs mijn neus. Dus deze. Om heel lichtjes te shapen, maar niet te opvallend. Subtiel. Je wil natuurlijk niet dat het lijkt alsof er gewoon 2 strepen op je neus zitten. Oké, okay, dan gaan we over naar de blush, want het mag weer lekker fris. Dus echt een hele goede roze en peach. Die ga ik combineren. En dat is Pale Pink van Bobbi. En de blush van Benefit, de
Living the Californian Dream. Dus deze twee gaan we mengen. En de hele roze is dus weer mat. En de peachachtige is weer een beetje glanzend. Dus zo zitten we steeds er tussenin. Dus voor een overdag look vind ik glanzend heel mooi. Maar voor deze studio look doen we het even zo. En dat geheel blend ik met mijn bronskwast, zodat het weer een beetje in elkaar overloopt. Natuurlijk een highlighter. Daar gebruiken we Soft & Gentle voor. En ook die blend ik weer voorzichtig door de bronzer. Ik zie veel wenkbrauwen tegenwoordig heel strak gaan, maar dan vergeten we dat het niet voor niks was dat vroeger ze de wenkbrauwen heel hoog en rond deden. Niet dat dat nu mooi is, maar dat deden ze omdat op het moment dat je wenkbrauwen wat hoger zijn, krijg je een wat frisser gezicht, wat wakkerder gezicht en vaak ook wat jonger. Oké, ik kam deze terug omhoog. Ik vind het leuk dat ze verzorgd uitzien, dus dat is belangrijk. Maar ik hou ook weer niet van te perfect, want nou ja, dan is het zo getekend. Je moet wel blijven zien dat het haartjes zijn en niet alleen maar een strak getekende lijn. Oké. Nou, we blijven even in dezelfde tinten. Dus ik gebruik gewoon weer mijn bronzer, de matte. En daarmee schaduw ik ook mijn arcadeboog in. Zo zie je dat het allemaal weer mooi bij elkaar past. En het is heel makkelijk, want je hebt niet zoveel producten nodig. En het ziet er ook natuurlijk uit. En dan doen we heel subtiel, maar dat is echt heel subtiel, je blush, de peachy in dit geval, eroverheen. Zodat het nog mooier wegblendt. En dan kan je weer met je highlighter van net je ogen een beetje extra oplichten. Een heel klein beetje onder je pupil ook met je highlighter. Dat je daar en daar je highlighter hebt. Want dat gaat dan precies zo door het midden van je oog. Waardoor je oog echt zo'n bling geeft. Oké. We houden hem even rond. En dan blend ik hem met een donkerbruine oogschaduw. Dan lijkt het een beetje dat meer donkerbruine dan een zwarte strakke lijn. En zometeen lijkt het dan eigenlijk alsof je wimperrand gewoon optisch wat voller is. Altijd tegen de wimperrand aan en zigzaggend omhoog.
onderste wimpers geef ik een heel klein beetje mascara. Alleen bij de aanzet. En dan zet ik nog even een huidskleurig koolpotloodje. NC15 van MAC. In het waterlijntje. Mega verschil vind ik dat altijd. Geeft echt zo'n hele frisse blik meteen. Doe het pas als je mascara droog is, want anders krijg je een grijs lijntje in je ogen. Omdat die dan mengt met je mascara. Als je mascara nog niet helemaal droog is en hij begint weer wat naar voren te hangen, duw hem dan een beetje omhoog met je vingers. Zodat hij meer blijft krullen. Ik ben heel blij met mijn lange wimpers, maar vroeger vond ik dat helemaal niet zo leuk. Ik vond het net spinnen, dus dan knipte ik ze gewoon af. Nou, dat moet je natuurlijk helemaal niet doen. En dan kwam het tegen mijn zonnebril aan. Dat vond ik heel vervelend ook. Maar ja, dan kan je net zo goed gewoon je wimpers goed krullen. Lippen. Ik pak de InCinch van MAC. Trek ik even een lijntje. Ik zorg dat die verdeelt over mijn hele lippen. En dan ga ik er overheen met Bite Beautiful. Van Sierra heet die. Is echt weer dat peachachtig wat dus ook in de huid zit. En ook een klein beetje roze gloss doorheen. Deze is van Essence. Ik weet even niet meer welk nummer. Heel klein beetje in het midden. Zo zie je eigenlijk dat je dus met je bronzer, je blush en je highlighter zowel je huid als je ogen kan opmaken. En je kan hem mooi combineren met een lippenstift en natuurlijk een mascara, zodat je ogen extra eruit poppen. Nu nog mijn haar. Een beetje droog shampoo. Zorg dat je het goed mengt, want anders wordt je haar grijs. Dat wil je ook niet. Je hebt ze in allerlei vormen en maten. Ik gebruik nu even deze van Aveda. Daar krijg je meer volume van. En tegelijkertijd is een beetje die vetheid eruit. Ik ga hem denk ik zo dragen. Zet mijn scheiding aan die kant. Hé, hey, liefje. Hé. Hey. 10 minuten, hè? Bijna. Ja, make-up, hè? Oh. Dit is haar. Komt er nog extra bij. 5 tot 10 minuten. Oké. Okay. Alles wat je vanaf je aanzet pakt van je haar, draai ik af van het gezicht. Want anders valt het in je gezicht en dat is veel minder mooi. Pak mijn tang, dus ik draai het van mijn gezicht af. En plat op de tang. Op het moment dat je hem twist om je tang, krijg je een ander soort krul. Meer een beachachtige krul. En ik wil nu zachte krullen. En ook deze look staat in mijn nieuwe haarboek. Die al te pre-orderen is natuurlijk. 5 seconden is wel genoeg. En zo werk je alle plukjes naar achteren. Tenzij je een wat messy effect wil, dan draai je de volgende naar die kant. Maar ik wil een softe krul, dus ik draai ze naar achteren en steeds plat op de tang. En het einde hou ik vast, die draai ik niet mee, dan wordt hij ietsje stoerder van. Kruin pak ik altijd even apart, want die wil ik omhoog en dan naar achteren krullen. Want dan gaat je kruin wat minder opvallen en creëer daar meer volume. Dus hoe meer je omhoog trekt in de krul, hoe meer die zometeen de volume creëert naar achteren. Mijn neefje Dex keek deze video dus terug en moest heel erg lachen dat ik mijn haar in mijn mond deed. Dat snap ik wel. Zo, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het in ieder geval heel leuk om te doen. En om te laten zien dat je met je bronzer en je blush dus ook een hele mooie oogmake-up kan creëren. Ik ga lekker van het zonnetje genieten en de opnames in. Ik hoop dat jullie een hele fijne dag hebben. En laat vooral weten wat je ervan vond en wat je nog meer wil weten onderaan. En of als je leuke nieuwe ideeën hebt, laat het me weten. Nou, dit is natuurlijk niet voor naar mijn werk, maar
wel voor in de zomer. En nu zitten echt mijn lievelingskleuren in. Dus dat peach met dat hele coole roze. Die tonen, daar hou ik echt van. Daar doe ik heel vaak make-upjes van. En nu dus ook bij mezelf.